Yo, mijn naam is Steven en we gaan vandaag mensen interviewen in Eindhoven. Let's go. Hebben jullie een vriendje? Nee. Hebben jullie een ex? Ja. Hoe heet die? Dat ga ik niet zeggen. Dat blijven we bliepen het. Bo. Bo. Shout out naar Bo. En wat vind je van de dames op deze school? Ja, allemaal lelijk. Wat is iets wat jouw ouders niet van jou mogen weten? Dat ik een vriendin had überhaupt, ja. Oh, waarom niet? Nooit verteld. Ja, het was maar voor 10 minuten of zo. Ik wil een vraagje, joh. Nee, na 10 minuten maken ze uit. Omdat ze me leerden kennen, volgens mij. In die 10 minuten? Ja. En jij heet Anton? Ja. Lijp, Anton. Heb je een ex? Floris. Floris. Nee, hij is Floris? Floris. 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 Shout out naar Floris. Ik heb in 2 maanden 3 vriendinnetjes gehad. Huh? Wow, yo. Floris. Is niet goed, hè? Wie van jullie heeft er een vriendje of een vriendin? Heb jij een vriendin? Dan kom ik even naar jou staan. Oké, hoe heet jouw vriendin? Evia. Evia? Ja. Oh, dat heb ik nooit gehoord. Evia. Shout out naar Evia. Ben jij de midget van de school? Ik denk het. Luc, iedereen is een fan van jou, man. Blijkbaar wel, ja. Je hebt fans? Ja. Ja, hij heeft fans. Heb jij een vriendin? Nee. Heb je een ex? Ja, genoeg. Genoeg? Ben jij een beetje player? Nee. Nee. Maar je vindt het wel leuk? Ja. Een vriendinnetje daar. Ja. Nee, is wel leuk. Nee. Nee, jongens. Ja. Heb jij een vriendje? Nee. Heb je een ex? Ja. Hoe heet je ex? Hebben jullie gehad? Mijn ex heet Matthijs en hij is Joep. Hebben jullie gehad? Ja. Echt? Ah, oh, kom, ik ga tussen jullie instaan. Hé, hey, hoe lang hebben jullie gehad? 3 maanden of zo. 3 maanden. En? Nu is het uit, waarom? Ja, hij vond Evia iets leuker. Vond je Evia? Met als wacht even, bro. Wacht. Evia is nu zijn vriendin, hij is ook mijn ex en hij is... Wow, wacht. Evia. Jij hebt gehad met hem en met hem. Ja. Gadverdamme. Oké, even dat ik het weet, hè. Maar jij vond Evia leuk? Ja, ja. Ja, best wel. Dus je hebt een vriendin? Ik heb een vriendin, ja. Hoe heet die? Hoe heet ze? Lois. Lois. Shout out naar Lois. Hoe fixen jullie de jongens of fixen hun jullie? Hun fixen mij. Hun fixen haar. Ja. 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 Heel leuk. Hoe doen ze dat dan? Van alles. Gewoon hallo. Gewoon ze zeggen hallo. Ja, en dan ben je af en dan is het al klaar. Is het al klaar. Wat zei je? Johnny shit. Ja, zou je met hem een dag willen ruilen? Toch wel. En hoe weet je wie dat is? Dat is mijn dokter. Ja, dokter. Oké. Okay. Lijpe dokter heb je, man. Succes. Heb je een verborgen talent? Nee, echt totaal niet. Heb je talent? Nee, ook niet. Heb je gewoon geen talent? Nee, echt. Verdomme. Hoeveel provincies heeft Nederland? 24. 16. 12. 8. Noem ze alle 8. Noord-Brabant. Zuid-Holland. Noord-Holland. Gelderland. Utrecht. Engeland. Nee, dat is ook een provincie. Groningen. Limburg heb je ook nog, ja. En Flevoland heb je ook nog. Nee, wees dat. Steksel. Wat zei je nou? Wat zei je nou? Texel en die andere zetting. Ja, die horen er ook allemaal bij, hè? Ja, ja. Ja, precies. Seattle, here we come. Go to Vegas. Ben je goed Engels? It is a disaster. Heel sfeer kapot. Hoe heet jouw ex? Bertha. Bertha? Ja. Ah, shout-out naar Bertha. Zorg ook dat je geabonneerd bent, want dan maak je kans dat we ook de volgende keer naar jouw school toekomen. Dus laat in de comments weten welke school dat is en waar we de volgende keer naartoe moeten komen. Ja, ik heb het voor je. Yo, Novalis, waren we daar? Ja, hoezo? Waarom rennen jullie? Zo, maar hoezo zagen jullie ons? Jij liep hier. Kom en ik allemaal aangerend. Hebben jullie een speciaal talent? Nee. Hier begint te lachen. Wat is jouw speciale talent? Ik kom even tussen jullie in staan. Ik hoor net van Lucas dat ik een speciaal talent heb. Wat is zijn talent? Veel te veel om op te noemen. Hij is een hele getalenteerde jongen. Kan Johnny Sins heel goed nadoen. Wat? Wat is mijn talent? De nieskreun. Oké, doe het. Atje! Dat is wel een beetje mijn talent eigenlijk. Sick, 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 sick. Ja, de eerste indruk is... Wat gebeurt er allemaal? Je ziet een mooie dame lopen. Hoe stap je op eraf? Meestal stappen ze op mij af. Stap op jou af. Hoe is deze school? Ja, echt een topschool. Ik hoorde echt dat het echt een beetje een tokenschool is. Is het ook. Maar wat heb je van Novalis gehoord? Ja. Dat is pas een kutschool. 5 november geef ik mijn eigen theatershow waar jij bij kan zijn. Via het link in de beschrijving kan je het kaartje halen. Zorg dat je erbij bent, want het wordt echt super sick. Dus haal gewoon even kaartjes. Zorg dat je erbij bent. 5 november. En voor jullie een afknapper? Ja, gewoon als afknapper. Als hij klein is, dat kan gewoon niet. Klein is een afknapper. Kleiner is dan mij. Klein? Klein. Zeg maar, als hij met heel veel met andere meiden zo omgaat, zeg maar ja, echt... Ja, ja nee, dat kan echt niet. Als hij alleen maar meiden is... Oh, dat kan niet. Dat kan echt niet. Nee, dat kan echt niet. Maar mogen jullie wel veel jongens in de lijst hebben? Nee, maar dan moet het gewoon alleen vrienden zijn. Oh, ja. Maar wat als voor hem ook vrienden zijn? Ja, oké, okay, dan oh. Wel. Kijk, dat is... Als hij rode harten zo gaat sturen... Ja, maar dat is een no-go. Klaar. Dat is gewoon klaar. Hoe ziet jullie droomman eruit dan? Langer als mij. Langer? Dat is niet heel moeilijk. Dat is niet heel moeilijk, nee. Dat klopt. Hij moet wel mooi haar hebben. Mooi haar. En wat is mooi haar? Ja, het liefst bruin. Bruin haar. Ja, blauwe oog. Bruin haar, blauwe oog. Hoe heet die? Dat ga ik niet vertellen. Kut. We bliepen het. Wat? We bliepen het. Nee, doe het niet. Nee. Zeg maar, hoe heet die? Phone erbij. Oh, oh. Ja, die zit eigenlijk nog steeds. Zeg dan. Melle. Melle? Oh. Melle is Melle. Melle. Meneer, hij is Melle.
Ja, dat zijn al nee, die gaan niet weg. Super aardig. Maar misschien helpt het, hè? Nee, dat helpt echt Ik denk niet. Het wel. Dat helpt echt niet. Naar Melle toe gegaan. Graag gedaan. Ben je een broodrooster? Want ik wil een bad met je nemen. Een bad? Met een broodrooster, snap je? Maar daar is het. Wat kut. Heb jij een vriendje? Ja. Echt? Zit hij hier op school? Ja. Echt, hoe heet hij? Olivier. Olivier, waar is die? Is die hier ergens? Nee, die is hier niet. Jawel, die is hier wel. Waar is Olivier? We zijn naar de appie gelopen. Godverdomme. Hebben jullie een vriendje? Ja. Bijna. Ja. Hij heeft een vriendje. Ik was gisteren met mijn toekomstige vriendje. Kinky. Ah. Oh, hoe heet hij? Marijn. Marijn? Shout-out naar Marijn. Ik hoorde dat jij crypto doet. Dan nou even vertel, wat zijn jullie wel? Stapte letterlijk de auto uit en mensen kwamen gewoon helemaal vanaf de helemaal andere kant van de school naar ons toe gerend. Dat was best wel raar of zo. Welke heb je net gekregen? Van wie? Dan mag je meteen aanwijzen. Jij van hem een opening. Oké, jij gaat hem nu opnoemen. Noem hem. Heb jij corona? Want ik wil zo'n staafje steken. Zeg hem goed dan, kom dan. Kijk, heb jij toevallig corona? Want ik heb een staaf van 5 centimeter om je te testen. 5 centimeter, dat is gemiddeld, jongen. Ja, dat is wel klein, maar niet zo lang is je corona staat. 20 centimeter minimaal. Bro, die gaat niet in je bek passen. Hoe oud zijn jullie? 12. Blijf, oké. Heb je zo'n kleine? Nee, maar dat is de opening zin. Oh. Heb je een vriendje? Nee, nog niet. Nog niet? Oh, maar ben je met iemand bezig? Op zich een beetje. Op zich? Hoe heet hij? Nee, dat ga ik echt niet zeggen. We bliepen het. Ja, denk het ook. Wie van jullie heeft een speciaal talent? Duimen, wat? What the fuck? Hoe ben je erachter gekomen? Gewoon doen. Ja. Hebben jullie een ex? Ja. Hoe heet jouw ex? Boudewijn. Boudewijn. Van jou op kakkers? Ja. Wat kut. Melleman. Fuck hem. Hey, hoe is die? Ja, wel goed. Ik heb niemand. Wel. Nee, ik ben niet bezig. Wel, je mag het eerlijk zeggen. Is hij een beetje de player van de school? Ja. Hey, ik ben al genoeg geweest. Ik ga Loes doen. Hoeveel provincies heeft Nederland? 12. 12, noem ze alle 12. Friesland hoort er niet bij. Ik denk Brabant, Limburg, Amsterdam, ja. Rotterdam. Ja, meer ken ik het denk ik niet. Ja, sick. Amsterdam, Rotterdam, ja, klopt. Hoe stap jij op een jongen af? Of stappen ze op jou af? Ja, stap natuurlijk op mij af. Zo! Oké, en wie is een beetje de player van de school? Matthijs? Ja, maar het lukt hem telkens niet. Het is maar één keer gelukt. Dat is wel jammer. Maar dit is Matthijs. Matthijs! Hey, dus? Ben je daar een antwoord op? Ja, ik ben hier niet echt mee eens. Nee? Dus hoe gaat het met de meiden? Ja, dat is een beetje triest. Heb je een ex? Ik heb meerdere exen. Hoe heet ze? Hoe heet de laatste? Die woont in Amsterdam. Dat kan je wel zeggen. Ja, Fiep. Fiep? Ja. Fiep. Zijn er een beetje leuke jongens op school? Ja hoor. Zijn wel een paar leuke jongens. Wie dan? Noem een naam. Nee. Die ene. Er is een jongen op school. Ja, we bliepen wel de naam. Nee. Dat doen we wel. Dat kan toch niet, meneer? Dat is toch... Meneer, ik ben niet zo rustig aan. Je mag met één iemand voor een dag ruilen van leven. Wie zou dat zijn? Met jou. Spro. Love, man. Als je een leuk jongen ziet lopen en je denkt, nou, die ziet er leuk uit. Hoe spreek je die jongen aan? Ja, gewoon, wat is je snap? Jullie vragen wel veel door snap, hè? Ja. Ja, want het gebeurt allemaal op snap. Ja, heel veel. Ja, altijd een beetje snappen. Waarom? Omdat je dan gewoon foto's en filmpjes naar elkaar komt. Ah, wat schattig. Hoe ziet jullie droomman eruit? Wat is dit voor een kutvraag? Nee. Ik heb zwijgrecht. Ik zet mezelf zo schut. Heb jij een vriendin? Ja. Echt? Nee. Oh. Nee. Heb je een ex? Daar ga ik geen eerlijke antwoord op geven. Je hebt een ex, hè? Jij hebt een ex. Hoe stap je nou op een jongen af? Stappen jullie op jongens af of stappen hun op jullie af? Oké, eerst graag een snap. En hoe doe je dat? Waarschijnlijk ken je dan iemand van de jongens van het groepje. En dan roep je zo die jongen en dan zeg je zo tegen hem. Ja, ik vind die knap en zo. En dan ja, word je er een beetje bij betrokken en zo. En dan... Oké, goed. Dus jij speelt het eigenlijk dus via de vrienden van iemand die je leuk vindt? Ja! Oké, dames en heren, dat was hem. Doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal hier beneden en tot volgende week. Later! Ja!